Het Noord-Italiaanse Zuid-Tirol klinkt ver, maar dat is het niet. Het ligt namelijk nog maar net over de grens van Oostenrijk. Je rijdt via Nuremberg, München, Innsbruck en dan over de Brennerpas rij je zo Noord-Italië binnen. Het is makkelijk binnen 8 à 9 uur te doen. Ik ben nu op de Marmolada op 3250 meter. Marmolada is een klein skigebied. Het is verbonden met Arba en het ligt naast het Zellermassief. De Marmolada wordt ook wel de koningin van de Dolomieten genoemd. En waarom? Het is de hoogste berg en ze wordt omringd door alle andere bergen. En je kan hier 365 dagen per jaar skiën, want het is een gletsjerskigebied. Je kunt hier ook een afdaling maken van maar liefst 12 kilometer met een hoogteverschil van 1800 meter. En daar gaat het nou aan beginnen. Kijk, dat is nog eens een serieus stukje skiën. Er zijn niet veel plaatsen in de Alpen die zulke grote hoogteverschillen kunnen bieden. Deze afdaling kun je overigens met het gehele gezin doen, want de pistes zijn overal breed, goed geprepareerd en niet al te moeilijk. Hij is wel heel lang natuurlijk. Afdaling is best pittig, maar het sneeuw is goed. Het is toch wel speciaal hoor, die Dolomieten. Vanaf de Marmolada kun je via het Padonna-skigebied een korte weg terugnemen naar de Sellaronda. Zo zie je maar weer hoeveel mogelijkheden het Dolomiti superskigebied heeft. Ben je bij het dalstation van de Marmolada aangekomen, dan kun je nog 2 kilometer verder skiën door deze natuurlijke kloof. Heel apart. En dit kapelletje staat hier omdat tot 10 jaar geleden dit nog de doorgaande weg was. En die watervallen zijn erg bekend in de omgeving en die worden regelmatig beklommen. Maar niet door mij. Heel mooi.